deze veld, om precies te zijn, die op oneven nummers 25 tot en met 83... kunnen in de week van 19 september 3 dagen lang geen water doorspoelen, omdat er herstelwerkzaamheden aan de standleiding in het gebouw plaatsvinden. Dit gebeurt op last van de Vereniging van Eigenaren, omdat de leidingen erg verouderd zijn en er lekkages hebben plaatsgevonden. Het bedrijf Tubus System zal de renovatie verzorgen. Er worden geen muren opengebroken, waardoor de overlast volgens het bedrijf van aanzienlijk korte duur is. Wel wordt de bewoners per brief op het hart gedrukt volledige medewerking te verlenen. Ze riskeren een boete als ze voorschriften niet naleven. Bewoners krijgen een tijdelijk toilet. En er komen afvalbakken waarin mensen vuil water dat ze opgevangen hebben kunnen lozen. Tubus System en woningcoöperatie Thales, die een aantal woningen in het gebouw heeft, zeggen beide geen signalen van onrust onder de bewoners te hebben ontvangen. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.